Michel Butter. Michel, je hebt je dit jaar meer dan ooit voorbereid op de marathon. Opnieuw een negative split. Hoe doe je dat onder deze omstandigheden? Allereerst een compliment voor het huiswerk. Het waren hele lastige omstandigheden. Vol wind tegen. En ik merkte zelfs dat er veel... Ik had zelfs veel last van de wind. En Guido en ik hebben de hele tijd die jongens... Tom Wichtste is heel goed werken. Daarna hebben die Afrikanen aangespoord om te blijven pushen. Ook ik zei jongens, push. Want ik wist vanaf 33 kilometer gaan voor de wind draaien. En dan geef ik alles. Maar het is altijd de vraag of je nog koolhydraten hebt. En dat had ik. En super trots dat dat we dit niveau weer hebben bereikt. Heel lang is jouw haast Moutoy meegegaan. Was dat de afspraak? Ja, die jongens zouden tot 35 gaan. Maar het waren lastige omstandigheden. En op een gegeven moment verloren ze wel wat. Maar toen hebben we gewoon gezegd, jongens, ga tot 30, ga tot 33. Maar hier moeten jullie gas geven. En dat deden ze. Je loopt voor het eerst onder de 2:10. Dat is natuurlijk een enorme euforie. Tijdens de wedstrijd gedacht, het gaat lukken? Nee. Ik hoorde op een gegeven moment dat we net misschien onder de 2:11 konden gaan. Alleen toen hoorde ik Guido een paar keer roepen, kilometers van 2:57, 2:56. En ik voelde me gewoon heel erg goed. Ja, en toen op een gegeven moment zei Guido, het kan onder de 2:10. Ja, hetzelfde scenario als vorig jaar, alleen drie minuten harder, vier, ik weet het niet meer. Als we nog even, nog een laatste vraag. Je hebt dit jaar alles gedaan voor de marathon, alle wedstrijden in dienst gelopen, dat is het helemaal? Het is een kwestie van keuzes maken en heel veel vertrouwen hebben in wat je doet. En het is wel een risico, want als je vandaag slecht presteert, heb je helemaal niks. Maar ja, des te mooier is als alle puzzelstukjes samenkomen. Nu heb je alles. Dank je, ja.